nieuwste iOS-update op je iPhone heeft een nieuwe knop, een nieuwe functie, waarbij je dus 5 keer op de aan- en uitknop kan duwen. En dan wordt direct 112 gebeld. En dan krijg je dit geluid te horen. Ja, en bij je instellingen op je telefoon, op je iPhone, heb je een kopje SOS-noodmelding. En hier kun je uit automatisch bellen naar bijvoorbeeld 112 ook uitzetten. Dan krijg je nu in dit geval dit scherm te zien. En dan kun je via dit SOS-noodmelding kun je direct 112 bellen. En je kunt hier op tikken en dan kom je bij je medisch ID. Dan kunnen bijvoorbeeld mensen om je heen die jou vinden, kunnen zien wie jouw contactpersonen zijn en die dus bellen als er iets met je is gebeurd. Net zoals op je iPhone kun je ook op je Android gewoon contactpersonen invullen voor als er iets met je gebeurt. En dat doe je dan via je contacten op je Android toestel. En voor de Android heb je ook een speciale app en die heet Expose. En daarmee kun je dus al gaan streamen als je een belager ziet of je denkt in ieder geval, oh, deze persoon wil me misschien iets aandoen. Dan begin je met streamen en als er dan iets gebeurt, dan druk je direct op de paniekknop. En dan worden ook de hulptroepen ingeschakeld. Maar je kunt er ook voor kiezen dat je dat niet doet, omdat je misschien de situatie verkeerd hebt ingeschat. Het was donker, je dacht dat er iemand op je afkwam, maar dat was uiteindelijk helemaal niet het geval.